What are we going to do? We're going international! Ze hadden heel veel rommel. En een berg luiers. Toen ik thuis kwam en ik hem aan mijn vriend liet zien, dat hij zei, die komt niet in de woonkamer. Dat gaat helemaal mis. Ik dacht dat ik hem al kapot had gemaakt. Wat vind je ervan? Motherfuckers wanna get famous. Bust guns to get dangerous. Had I graduated from Cambridge, yeah. Money talks and hallo, leuk dat je weer kijkt. Weer, ik zeg altijd weer. Misschien kijk je wel helemaal niet weer. Misschien is dit wel de eerste keer dat je een video van me kijkt. In dat geval, van harte welkom. Ik heb weer spectaculaire dingen op het programma staan. Want, what are we going to do? We're going international. Hello, I'm Rosalie Boom. Hoor Rosalie Tree. We gaan internationaal. We gaan namelijk naar een rommelmarkt. Heel veel rommel. Daar heb ik super veel zin in. En die rommelmarkt is niet in Nederland. Nee, die rommelmarkt is in Brussel. Ik ga op visite bij mijn tante. Ja, fop-tante. Het is niet mijn echte tante. Het is een vriendin van mijn moeder. Maar het voelt als een tante. En zij woont daar. Ik ga daar met mijn ouders naartoe. En toen dacht ik, goh, dat is leuk. Ik neem jullie mee. Dat lijkt mij in ieder geval heel gezellig. Ik ga even mijn spullen inpakken. En dan gaan we lekker naar Brussel. Tá tudo bem, tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem. Bem. Y'en a qui sort en équipe, avenue Montaigne, François 1er. J'suis avec ma go en fourraillé. Au cas où faudrait simplifier. Quand tu pilotes un prototype, faut assumer. Elle est tellement douce, obligée de faire dans la durée. Avec elle, c'est le marathon. Avec elle, pas de baratin. Bang. Ah, dit vind ik wel echt heel mooi. Ja. Wat grappig, dit is gewoon een fotoboek van iemand. Heel grappig. Gewoon een berg luiers. Ja, maar het moet natuurlijk helemaal niks kosten. Jij mag het afdingen. En het was echt super leuk. Ik heb het echt heel fijn gehad. Heel gezellig. Ik vond de rommelmarkt echt super leuk. Ze hadden heel veel rommel. Wie verkoopt nou een doos vol met luiers? Ja. Van een berg luiers. Ja, dat is best wel raar. Ik kwam ook wel echt super mooie dingetjes tegen. Waar ik vooral heel erg van hou zijn de grote schilderijen en dat servies wat overal ligt. Het enige is dat ik daar al best wel wat van heb verzameld in mijn leven. Dus dat heb ik niet gekocht. Maar ik heb wel iets anders meegenomen. Ik zal het er even bij pakken. Ik heb een lampje meegenomen. Dit lampje lag super zielig op de grond. Lekker kitsch lampje. Je zou het lampkapje eigenlijk een beetje moeten opfleuren. Dus die heb ik niet eens hoeven kopen. Die kon ik gewoon meenemen. Dat noem ik nou een echte rommelmarkt. Wel dat ik een klein vermoeden heb waarom niemand hem meer wou kopen. Hij is namelijk wel echt heel erg kapot. Maar ik vond het wel een ontzettend leuk, truttig lampje. Super kitscherig. Ik moet er wel eerlijk bij vertellen dat toen ik thuis kwam en ik hem aan mijn vriend liet zien, dat hij zei, die komt niet in de woonkamer. Nou, dat zal nog wel even een discussie worden. Want zo snel laat ik hem dan natuurlijk niet uit het veld slaan. Maar wat ik eigenlijk wel leuk vond, dat toen ik dit lampje tegenkwam, dat ik dacht, je kan natuurlijk dit lampje nog wel weer heel leuk oppimpen. Klein detail, ik weet niet of die doet. Ik heb hem nog niet geprobeerd. Dus dat wordt eigenlijk wel heel spannend. Want misschien heb ik hem straks helemaal leuk opgepimpt, mijn lampje. En dan doet hij het niet. Maar ja, hè? Moet het ook een beetje spannend houden. Oh ja, dan vraag je misschien wel nog af wat ik eigenlijk aan heb. Dit jasje heb ik zelf gemaakt. Dit pak heb ik ook gedragen bij Hip for Nop. Onze stylist vandaag is Rosalie. Ze studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten. Waar ze onder andere het pak ontwierp dat ze nu aan heeft. In ieder geval denk ik dat het tijd is om lampje op te gaan pimpen. Doet u thuis mee? We gaan vandaag dit lampje op pimpen. En daar hebben we natuurlijk een paar dingen voor nodig. Allereerst lijkt mij een nieuw lapje stofvel nodig. Ik wil er even een nieuw bandje op stikken. Want deze is een beetje stoffig en oud. Dat nieuwe lapje stof heb ik uit mijn lapjeskast gehaald. Ik heb een enorme voorraadkast met lapjes stof. Dat zijn eigenlijk allemaal oude restjes van eerdere projectjes die ik wel eens heb gedaan. En ik ben even naar Ria gefietst. En Ria is de vrouw van onze furniturenwinkel in Utrecht. Love Ria. Daar heb ik deze twee bandjes gescoord. Dit is natuurlijk een perfect bandje om onderaan mijn lampje te maken. En dit bandje
Ik hou het even dichtbij. Ik vond dit bandje heel mooie kleuren bij dit lapje stof. Dit bandje had ik natuurlijk nodig omdat die franjes onderaan mijn lampje moeten komen. Maar zoals je kan zien, zijn ze niet helemaal dezelfde kleur. Maar daar heb ik een leuke oplossing voor gevonden. Ik ga dat onderste bandje even verven. En dat doe ik op een hele leuke manier. Ik ga het namelijk in de koffie en in de thee leggen. Ik heb hier een lekker kopje koffie. Oh. En een kopje thee. Althans, het is nu nog geen thee. Nu wordt het thee. Ik ga denk ik even dit kleine stukje nu eerst in de thee doen. Dat is wel echt meteen een heel groot verschil. Echt meteen een kleur. Eigenlijk moet ik even wachten tot hij een beetje droog is. Want dan pas kan ik echt de kleur zien. Ik ga nu ook nog even het andere stukje in de koffie hangen. Ik heb nu dit stukje in de thee gehangen en dit stukje in de koffie gehangen. En de koffie is wel echt iets donkerder qua kleur. Maar ik kan het pas echt zien als ik het andere stukje ernaast hang. Wauw. Dit ziet er wel echt heel erg uit als dezelfde kleur. En de koffie. Nee, de koffie vind ik echt net iets te donker. Dus ik ga voor de thee. Dus ik haal even het zakje van de thee eruit. Dan doop ik heel mijn franjes hierin. Het lijkt net een kopje noedelsoep. Hij heeft nu een tijdje in de thee getrokken. Nu ben ik wel benieuwd naar de kleur. Dus ik ga hem er even uithalen. Ik wring hem even lekker uit. Dit is hem nu uiteindelijk geworden. Het is echt vrij uniek, maar volgens mij is het bijna exact dezelfde kleur geworden. Het is echt super top. Voordat ik deze kan gebruiken, moet ik hem natuurlijk eerst even laten drogen. Dus deze gaat aan de waslijn. En ondertussen heb ik mooi tijd om vast de stof van het lampje te gaan bekleden. Om het lampje te kunnen bekleden zal ik eerst het oude stukje stof eraf halen. Oh, dit zit echt goed vast. Oeh. Oh. Oh, dat gaat helemaal mis. Ah. Ja. Hoe cute. Dit is dus... Oh, wacht. Ik dacht dat ik hem al kapot had gemaakt, maar... Dit is nu het lampje en dit is de stof die ik omheen wil. Zoals je kan zien is deze stof een beetje doorschijnend en dat vind ik niet zo mooi. Dus wat ik ga doen is ik ga hem dubbel bekleden. Dus wat ik ga doen is eerst even een beetje de lap op maat knippen. En daarna ga ik hem heel netjes met de hand om het frame vastnaaien. Ik heb de stof nu wat kleiner geknipt en ik ga de eerste laag om het lampje heen doen. Om precies te weten hoeveel stof ik nodig heb voor het lampje, speld ik hem er eerst even op vast met wat speldjes. Ik heb hem erop gespeld en nu kan ik beginnen met het vastnaaien van de stof. En dit doe ik met naald en draad. En ik ga hem zo vastmaken, precies over alle belijningen van het lampje. Oh, klaar. Althans, met dit deel dan. De dubbele lagen zitten er omheen. Nu zit er alleen nog wat extra stof. Dat ga ik er even afknippen. En dan hoef ik eigenlijk alleen nog maar de lintjes erop te plakken. En dan is hij klaar. Zoals je kan zien heb ik over de randjes heen genaaid. En op zich vind ik dit wel leuk eruit zien. En hier aan de bovenkant heb ik de steken iets groter gedaan. Maar dat maakt niet uit hoe die eruit zien. Want daar ga ik straks het lintje nog overheen plakken. Ik heb hem van de waslijn gehaald en hij is helemaal mooi opgedroogd. En de kleur is nog steeds hetzelfde. Om de lintjes op mijn lampje te krijgen gebruik ik textiellijm. En deze heb ik gekocht bij de Action. Ik doe eerst een paar druppeltjes lijm op mijn bandje. En daarna plak ik hem op mijn lampje. Ik heb ontdekt dat ik het toch makkelijker vind om eerst op mijn lampje de textiellijm te smeren. Hij is af! Wauw! Maar nu komt nog één heel belangrijk ding. Doet hij het of doet hij het niet? Oh. Oké, die zit erin. Nu nog stroom. Het snoer zit in het stopcontact. Fingers crossed. Oh my god, wauw. Is zo vet geworden, ik ben hier echt zo blij mee. Hij geeft ook echt heel gezellig licht. Nu heb ik natuurlijk een lampje gemaakt en kan ik daar niet echt een modeshow mee houden zoals ik dat normaal gesproken zou doen. Maar in het begin van de video heb ik al verteld dat mijn vriend Ron dit lampje spuuglelijk vond. En dat hij zei, deze komt niet in de woonkamer. Maar ja, nu ik hem opgepimpt heb, ben ik benieuwd of hij hem eigenlijk wel een stuk mooier vindt. En dat hij misschien nu wel... in de woonkamer zou mogen staan. Mam, ben je aan het filmen? Nee! Nee, die komt niet hier te staan. Wat vind je ervan?
Ik vind dat je mooi hebt opgeknapt. Maar het blijft een leuk lampje. Ronnie! Waar moet ik hem nu laten dan? Verkopen. Nou, zoals je kan zien is het niet helemaal gelukt met de onderhandelingen. Ron vindt hem lelijk. Ja, hij vindt wel dat ik hem heel mooi heb gemaakt. Daar ben ik heel blij om. Maar hij vindt hem toch spuug lelijk. Hij zei zelfs, je kan hem verkopen. Mocht je hem willen, bied dan even hieronder. Hè? En wellicht ben jij dan straks de eigenaar van deze prachtige lamp. Deze lamp heeft me in totaal, even rekenen, 2,50. Dit lampje was 2,50. Dus, ik zou zeggen, bied hem maar. Ik hoop dat je dit heel erg leuk vond. Like dan even. Ik hoop ook dat je volgende week weer kijkt. Hè? Dan gaan we weer iets nieuws doen. Misschien wel kleding, misschien niet. Voor nu, dank voor het kijken. Groetjes!